Yo YouTube, Lucas hier met vandaag weer een nieuwe video. Mijn naam is Lucas en ik ben even samen met Bart. En wij gaan dus vandaag van appeltaart koekjes maken. Het is dus nu de allereerste aflevering van Lucas. En ik weet dat ik gisteren zo moet uploaden, maar deze jongen vergeet het gewoon even. Wij gaan dus met appeltaart koekjes bakken. En dit is onze appeltaart. En ja, hiermee gaan we het doen. Ja, shout out naar Jumbo. Let's go. Ga je boven zitten of op de bank? Nee, ik ga onder even. Dan ga ik heel hard zingen. Nou, laten we dat maar even niet doen, hè? Unboxing FT Bart en Lucas. Eerst pakken we de boter. Dan de meel. Ja, dit is goed. Doe het nou! Nee, dat gaat fout. Nee, dat is gewoon goed! Hey, ervaren kok hier, hè? Plop. Zit er zo'n stukje schil? Nee. Oké, okay, dat is goed. Pakken. Weet ik eigenlijk niet al. Ik kan me echt niet herinneren tot ik er zo lang over deed. Om een goed koekje te maken. Wij zijn geen begonnen. Maar dat is waar. Ik zweer hè, Lucas, waarom eet jij zoveel koekjes deze? Gewoon lekker. Ik zweer, zo meteen bleef er geen koekje meer over. Nee, maakt niet uit. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een liter melk. Een kilo kaas. Oké okay, mensen, het is ongeveer nu al avond, omdat het is donker. Maar in ieder geval, wij gaan dus nu lekker deze koekjes versieren. En wij gaan ze nu eventjes versieren, dus dan zijn we zo back. Wij kunnen hem nu gaan eten, dus gaan we lekker een kerstboompje smikkelen. Die lamp, zoveel. Ik ga verder ze versieren. Ik heb hier rood. Die dingen zijn keihard, maar wel koud en lekker. Joepie, die vrouw die heeft goede tips gegeven. Mevrouw? Ik dank jullie voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Smash een blauw duimpje omhoog. We gaan voor de 50 likes en Bart, heb je nog wat te zeggen? Doei. Tjallas. Fijne kerst. Het is toch niet eens kerstmannen? Ja.